Hoi dames en heren, het is dinsdag, het is 4 uur, ik heb twee gasten bij me en het is tijd voor een nieuwe video. Yeah! Oké, het is zover. Ik heb twee mensen bij me die mij beide echt dierbaar zijn. En ik vond dat na 5 jaar op YouTube het toch wel tijd worden om ze aan jullie voor te stellen. Dit zijn Quinten en Nina. Zeg dat over jezelf. Ik ben Quinten. Ik ben backup danseres. Oh ja, backup danseres in de boyband. Ja. Eens in zoveel tijd spekkel in een cinematische video mee. En hoe lang kennen we elkaar al? Sinds birth. Inseparable from birth. Oh, klinkt een beetje smerig. Ja, oké. Okay. Heel lang. Ja, ik denk vanaf groep 2. Toen je die klas overslag. Wel, dat is nog nooit was gebeurd. Dan was het nu cinematisch en dan zat ik hier met Peter video's te maken. En had ik Nina. Oh, smerig man. En dit is Nina. Nina, zegt het over jezelf. Nou, ik ben Nina. En? Ik ben Kelvin. 4, 5 jaar of zo. Hij zegt gewoon Oh, ik ben een vriendin van. Yes. Kelvin. Yes. Quinten. Goed gefixt, Quinten. Ja, dat is goed gefixt. Dat moet je niet doen. Nee. Wij zijn al, hoe lang? 3,5 jaar of zo samen. Ja. En vinden we het steeds leuk? Ja, daarom zit ik hier. Oh, oké. Okay. Jullie hadden veel aangevraagd of Nina eens een keer in een filmpje wou. En toen dachten we van, nou, dat moeten we dan maar een keer doen. En vandaag heb ik een hele speciale quiz voorbereid. Want deze mensen kennen me erg goed. En vandaag ga ik checken welke van deze twee mij het allerbeste kent. Ik weet niet waarom ik dat wou, maar het leek me lachen. En degene die wint, die mag vanavond bij mij naar bed. Ik heb al over bed gesproken, hè. Ik heb hier gewoon al een dikke achterstand. Want ik ken jou wel goed door en door. Maar ik ken jou niet in bed. Nee, maar het is ik ook niet. Oké, ik heb 10 vragen. Allemaal vragen over mij. Hoe egocentrisch kan het zijn? Maar jullie moeten ze beantwoorden. De bedoeling is dat jullie exact op hetzelfde moment gewoon zeggen het antwoord. Oké, maar wat dan als het antwoord een hele zin is en het echt... Weet ik veel. Doen we gewoon. Fuck, het is mijn video. Ik mag bouwen. Oh, sorry. Ik ga een beetje achteruit, anders kunnen we de vragen zien. In de linkerhoek, Quinten Pol. In de rechterhoek, Nina. Beste vriend en beste vriendin. Ik bedoel, vriendin, weet ik veel. Hoe noemen we dat? Significant other. Zijn jullie klaar? Zijn jullie klaar voor vraag 1? Zijn jullie klaar voor vraag 1? Ja! Oké, wat is mijn oogkleur? 3, 2, 1. Blauw, groen, grijs. Ja, dat is oneerlijk. Ik heb het goed, ik zeg groen. En jij hebt groen en jij hebt blauw. Dat is echt, ik vind het gewoon een Ik vind het een mengeling tussen groen en grijs. Ja, dan kan ik ook alle kleuren gaan opnoemen. Dan heb je het zo, ik heb dus groen. Ja, wacht even, dit is het. Hij is echt groen. Ja, die ik is vind wel groen, grijs. Nee, ik heb gewonnen. Maar ik zou ook nog blauw. Dus. Je hebt nog niet gewonnen, je hebt 1 punt. Oké. Nu naar het één punt. Sorry man. Sorry. Nou, ja. Oké, vraag 2. Wat is mijn schoenmaat? Je hoeft het nog niet te zeggen. Je mag er heel even over nadenken. Ik weet het niet. Jullie mogen heel even nadenken over wat mijn schoenmaat is. Ja, je kunt wel even Uri Geller shit gaan doen, maar dat werkt niet hoor. Oké. 3, 2, 1. 42. Quint heeft het goed! Yes! Weet je wat het deed? Nou, ik heb ooit een keer schoenen voor jou gekocht. Oh ja, dat is, toen had ik al 43. Ja, 43. Okay. Het staat 1-1, dames en heren. Hé, hey, aan de uitkomst van deze quiz kan ik niks doen. Dus dat zeg ik alvast op voorhand. Ik ga dit niet sturen. We kunnen ook gelijk spelen. Jullie kunnen ook gelijk spelen. Dan mogen jullie met elkaar hebben. Nou, vraag 3. Met welk meisje had ik als eerste verkering? Ik denk dat ik het weet, ja, ik weet het. Dames en heren, ik kan je dat vast vertellen. Ik had voordat ik Nina had. Een wat andere meisjes. Wat andere vriendinnetjes. Oké, okay. Ja, Quinten kent mij langer. Ik twijfel, ik weet het niet. Klaar voor? Nee. Nee? 3, 2, 1. Sarel de Jong. Ik had ze met Sarel gehad. Echt? Maar ik wil nog niet heel dit is echt pap vast. Als ik nog verder terugga, voor Priscilla was er ook nog een Marije. Ja, oh. Oh ja. Mijn hele persoonlijke leven. Dan? Gooi mij hier. Ik zal het eruit knippen als ik jou was. Heel Groningen is met Kelvin in bed geweest. Hey. Friesland er ook bij. Ah. Quint heeft 2 punten. Nina heeft 1 punt. Je moet ook vragen stellen wat die ik beter weet. Wat is mijn favoriete vissoort? Oh, even God, stil. Hoe heet dat ding ook maar weer? Nee, wat is? Je hebt voedsel in de vorm van vis. Het kan alles zijn. Oh, ik dacht je mukkit. Nee. Mukkit. Nee. Wat je eet. 3, 2, 1. Kanalen. Kanaal. Ik vind kibbeling namelijk niet echt vis. Ik vind kibbeling frituur. Nou, kibbeling is eerder vis dan garnaal. Maar ik ben het alsnog met Kelvin eens. Net als dat je soort van die kipnuggets is eigenlijk ook geen kip. Bok. Het is gewoon een frituurmeuk. Nee. Oh, sorry. Oké, het staat 2-2, dames en heren. Dames en heren, het is tijd voor vraag 5. Ben ik een borstenman of een billenman? Oh, die weet ik. Nina meteen ook. 3, 2, 1. Borsten. Ja, het is borsten. Die weet ik. Sorry man. Dat was, jij bent, ik wist het 100% zeker. Ze zeggen wel eens dat black eyes billenmannen zijn. De meeste mensen dan, als ik het erover heb, dan is dat van nee, billenman. Dus ik dacht, ik ga ook gewoon billen. Nee, sorry. Kelvin is niet meeste mensen. Ik ben different. Het staat 3-2. Nummer 6. Oh, deze is wel grappig. Dit is ook interessant voor mijn kijkers. Op welke leeftijd verloor ik mijn maagdelijkheid? Oh, weet ik. Oh nee, weet ik.
Ja. Nee, kut. Mag ik heel even rekenen? Ik weet niet eens of ik wil dat mijn kijkers dit weten. Fuck. Ik weet het bijna, maar ik weet niet of je... Ik denk dat ik het weet. 3, 2, 1... 15. Of het was 16. Ik weet het niet meer. Ja, ik zit dus te twijfelen. Volgens mij was je net jarig geweest. Of het was 12. Nee, dat was het niet. Of je liegt echt. Nee, het was 15. Jullie hebben allebei punt. And now you know. Ja, dames en heren. Use it against me. Zie mij niet als inspiratie trouwens. Je hoeft helemaal niet op je 15 te beginnen met die shit. Ik bedoel, ik werd geforceerd door mijn vrienden. Quinten, ze had de hele tijd te zeggen, Kelvin, doe gewoon. Dat heb ik maar gedaan. Maar dat was omdat ik zelf nogal... Zielig was. Oké, dames en heren. Het staat 4-3. Je start vraag 7. Wat is mijn favoriete muziekgenre? Er zijn natuurlijk heel veel genres, maar je moet er één kiezen. Ik roep ze gewoon weer alle drie. Nee, dat mag niet. Nee, dan stop ik ermee. No, we doen het wel eerlijk hoor. Hey, blijf van mijn vriendin af, hè. Pas op, is dat toch... Hey. Zit hier 3, 2, 1. R&B. Ik weet niet wat R&B is. Ik zat te twijfelen tussen hip-hop, R&B of Louis Armstrong shit. Het is R&B. Want R&B is meer de soul kant van hip-hop. Hip-hop is wel heel erg brainpower voor mij vaak. Oh, ja. Oké, het staat 5-3. Deze moet je goed hebben. Ja, deze moet je goed hebben. Anders heb je het verloren, Quinn. We go way back. Ik kan dan nog wel gelijk staan. Als je de aankomende twee goed hebt, dan staan we gelijk. Vraag 8. Naar welke stad op de wereld wil ik altijd nog een keer naartoe? Mag ik er 2 zeggen? Want je hebt het altijd over 2. Nee. Het zijn 2. Ik zweer, het zijn er echt 2. Je hebt het altijd over 2 tegen mij. Nou, noem één van de 2. Dan heb ik tenminste nog een beetje kans. Luxemburg? Nee. Ik kan niet kiezen, want je wilt ze allebei. Hoe kan dat dan? Ik heb al wel gekozen. Goh, ik heb een favoriet. Het zal wel. Oh my god. 3, 2, 1. LA. New York! Oké, die bedoel ik! Maar weet je wat ik dacht? Ik dacht lekker Quinten! Of New York of Venetië. Je had het altijd tegen mij over Venetië dat je daarheen gaat. Dat heb ik wel een punt. Maar je zei LA, dus ja, dat vind ik een beetje gek. Quinten, je bent nog in de race! Dit is the best moment of my life! Nee, 4-4. Nee, 5-4. Oké, dit is een vraag waar ik het antwoord nog niet op weet en die ga ik even bedenken. Wat de fuck, hoe moet ik het dan weten als jij het niet weet? Oké, komt-ie. Ik vind het wel spannend hoor. Wat is het adres van mijn ouderlijke huis? Niet waar mijn ouders nu wonen, maar waar ik ben opgegroeid. Ik weet de straat. Ja, jij woont in Medaille, dat is toch oneerlijk? 3, 2, 1. Ieder wist de weg 3. Het was Ieder wist de weg 1! Oh, sukkel! Ik dacht, jij hebt hem gehoord. Waarom 3? Ik was aan het twijfelen. Oké, okay, dat wist ik wel. Ja, had dan gezegd. 1. Nee, maar niemand heeft deze dan echt goed. Ja, het ligt er van jou. Gun jij Quint een punt, want hij had wel een straat. Dat valt je. Oké, dus ja, het is, hij mag een punt. Het staat 5-5 en dat betekent dat dit de beslissende vraag is. Oké, wacht, we gaan het spannend maken. Jullie moeten, zodat jullie niet gelijk spel kunnen komen. Oh, dan moet je dichtbij zijn, dat ding. Joh, dit is een leuke. Oké, jullie hebben eigenlijk allebei al gehoord. Jij mag mijn antwoord niet. Dit is een vraag waarvan ik hoop dat jullie hem niet eens weten. Hoeveel abonnees heb ik op een Kelvlog momenteel? Alleen echte matties maakt het niet uit. Dan neem je me gewoon voor wie ik ben. Maar wie dichtbij zit. Die is dus niet je echte Mattie, want die weet het. Laat maar zien aan of de camera. Ik ben even veel. Okay. Ik heb 210.500. Ik heb 200.000 en dan 1921. Ik weet echt slechte cijfers. Oké. 201.921. Oké. En jij had 210.500. Ik wist dat je ook de 2K zat, maar... 2K? Ja, ik had inderdaad meer dan 2000. Je bedoelt 2 ton. Wat is een K? Een K is 1000. Nou, een kilo. Oké, degene die het dichtst erbij zit en dus mij het allerbeste kent, die vanavond met mij naar bed mag. Nou, kom niet jij. Zit het dichtst bij het volgende getal. 209.680. Maar ja, nu ben ik dus eigenlijk geen echte vriend, want je zei echte vriend. Nee, jij bent geen echte vriend. Zij is eigenlijk gewoon een fangirl. Een levenspartner. Nou, dat was het. Vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Jij mag alleen slapen vanavond. Dames en heren, dit was een video. Samen met Quinten, samen met Nina. Ik wil jullie hartelijk danken dat jullie tijd namen om met mij een filmpje te maken. Vond het gezellig. Vond je het ook leuk? Ja, heel leuk. Oké, mooi zo. Wil je mij dan volgen? Dat kan zeker. Dan moet je even op Twitter en Instagram en Snapchat zoeken op Calvin. Post ik allemaal leuke dingen. Misschien eens een keer fotootje met hem, misschien een keer fotootje met haar. Zo gaan die dingen. Vind je nou jammer dat deze video voorbij is? Kan ik me zeker voorstellen, maar dan kun je abonneren op mijn kanaal. Dat doe je door op abonneren te klikken. Dames en heren, hartelijk dank voor het kijken en tot dinsdag volgende week. Doei! Doei! Het wordt ongemakkelijk als we aankomen op het moment dat vrouw nummer 1 en man nummer 2 bij elkaar in de buurt komen, elkaars kleren uitdoen en die kabongi bongi zetten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Snap je 3, 2, 1, kreeft. Oké, dus ik moet allebei kreeft zeggen. Nee! We moeten één van de voorwerpen zeggen. Ja, oké. Als we allebei hetzelfde zeggen, ja. Volgens mij is het dan best wel duidelijk. Ik ben al lang blij dat ik 5 goed had, want het was ook misschien wel kut geweest als ik had gewonnen. Ja, dan was ik zo'n kutvriendin.
Nee, dan lag jij in bed te mokken. Ja, dan ging Kelvin niet vandaag met me naar bed. Dat was kut.